Deze beschouwing die gaat over de Europese Unie en haar plannen om per 2022, dat is over twee jaar, belasting te gaan heffen specifiek op de verkoop, dus consumptie, van vlees. Ik laat even een pauze vallen. Ik denk niet dat wij hier in Nederland destijds toen we dachten, oh, zo'n Europese Unie, wat kent het nou voor kwaad, dat we, toen, dat, ons, ja, dat we toen verwacht hadden dat de EU zou gaan bepalen wat wij zouden gaan eten. <laughs> Uh, wel beschouwd en ik ehm, mijn God, waar zijn die lui mee bezig? Uh, maar moet je de EU eigenlijk nog wel serieus nemen? Uh, wat lopen ze nou te doen? Aan de ene kant uh, krijgen we dus uh, zo te horen, oh, je moet allemaal uh, migranten opnemen, want dat is de taak van de Europese Unie. Ja, ja. Maar ja, vooral Nederland. Het op uh, vier na dichtstbevolkte land ter wereld moet van de EU immigranten opnemen. Ja, ja, natuurlijk. Dat is heel logisch. Dus, uh, je hebt mensen en die hebben geen zin om in hun eigen land te wonen. Waar ga je die dan onderbrengen? Wie moet die mensen verplicht opnemen? Uh, nou ja, het op vier na dichtstbevolkte land ter wereld natuurlijk. Want dat is logisch. Want dat snapt iedereen. Want al die andere landen, die hebben, landen die hebben ruimte genoeg dus die laat je met rust, want daar zouden die mensen makkelijk in passen namelijk. en dus ga je Nederland het opleggen. oh ja, en Nederland mag van de EU dan ook niet uh, uh, woningen bijbouwen, want dat is nergens voor nodig. want die mensen die vang je maar op. en hoezo zou je woningen moeten bijbouwen om die mensen op te vangen? dat heet toch opvangen. en heeft Nederland geen woningen genoeg? Eh? er zijn toch er hele hoop, moet er ook nog woningen bij? En het gaat maar om 100.000 mensen per jaar. Dus, ja, zoiets. De, dat is de EU. En dan nu gaan ze belasting heffen op vlees. Dus als wij hier in Nederland vlees gaan eten, dan gaan wij per onsje vlees dat we eten, gaan wij zoveel cent betalen aan de EU. Want die eten geen vlees. Dat zijn allemaal vegetariërs, namelijk. Dat zijn ze helemaal niet. Uh, dan gaat de EU-ambtenaar lekker biefstuk zitten eten van de, de, de belastingcenten die ze dan in, in Nederland van alle uh, biefstukbelasting. Gaan die EU-ambtenaren lekker uh, Santé roepen tegen elkaar met een Chateau Briand? Kijk, je mag niet oproepen tot geweld. Ja, je mag geen taferele schetsen van uh, de terroristen die een EU-ambtenarenbanket binnenvallen. En dan beginnen te knallen. En dat er kroonluchters van het plafond afgeschoten worden. En dat die kroonluchters dan helemaal te pletten vallen op die dis die helemaal vol staat met gebakken reerug. En allemaal EU-ambtenaren, vrouwen en blondines en brunettes in het algemeen, waarmee ze nog niet echt getrouwd zijn. Maar er zijn er wel mee in de wet geweest. En die vrouwen zijn heel erg geschrokken. Hey, dat soort tafereelen mag je niet schetsen. zou mensen op het denken kunnen zetten. Uh, aan het denken kunnen zetten. Op ideeën kunnen brengen. Dus Waar is de EU mee bezig? En dan hoor ik dus dat, dat nu die brexit door is, dat gaat inhouden dat wij dus extra moeten gaan betalen aan de EU. Want die is een lidstaat kwijt. Dus die hoeft niet meer zoveel te doen. En dus hebben ze extra geld nodig. Want dat is logisch. Ja? Snap jij het nog? Dus uh, je vrouw. Moet de huishouding doen voor een gezin van 10 kinderen. En dat kan ze dan doen voor zeg maar 200 euro per kind per maand. Dus 10 kinderen, 200 euro per kind. Dus dan krijgt ze 2000 euro. Maar dan gaat er een kind de deur uit. En dan zou je denken, nou, dan heeft ze dus nog maar 1800 euro nodig. En dan zegt ze nee. Ik heb nog steeds 2000 euro nodig. Want er is geen er keer de deur uit. Echt waar? Ik snap niet, hè? Waarom die partijen die dan zogenaamd tegen de EU zijn, hè? Waarom die denken dat ze tijd genoeg hebben om uit de EU te stappen. Bijvoorbeeld 2000 jaar of zo van we wachten eerst tot Christus Jezus terugkomt... en dan gaan we echt hard onderhandelen hoor met die EU. Waarom zijn we niet al lang uit de EU? Waarom niet gewoon in Nederland dat je zegt... nou, je mag als Nederlander stemmen... wil je wonen in soeverein Nederland... en dat je zegt, nee, nou, ik wil wonen in Nederland... dat niet langer soeverein is, maar onderdeel is van de EU... en toch altijd elektronisch betaalverkeer en zo, hè... En dat als je dan zegt van... Nou, ...ik wil dus soeverein Nederland dinges wonen... ...nou, dan betaal je ook nog maar 19% BTW... ...op de dure producten. En dan die mensen die dus in de EU willen wonen... ...en dat Nederland een provincie is van de EU... ...ja, die betalen maar wat meer voor een bankstel. Die hebben geld zat. Die mensen die dat willen. En dat wij zeggen van... ...nou, wij willen eigenlijk wel gewoon... ...we zijn tevreden met Nederland... ...en gewoon soeverein en zo... En, uh, en dan kan Nederland trouwens ook wel zeggen, ik denk nou 19%. we kunnen nog wel lager. Dan kan het hoge btw, kan het terug naar zestien denk ik. En dan gaan die rijke mensen in Nederland, die graag in de EU willen wonen, die krijgen voor mij ook een EU-paspoort, maakt mij dat uit. En als je dan niet in de EU wil wonen, nou, dan krijg je ook geen EU-paspoort, dan heb je gewoon een Nederlands paspoort. Ja, jammer dan. That's it. En als je als Nederlandse ondernemer je dan inschrijft, dan mag je kiezen of je, je inschrijft in de Europese Unie. En dan mag je dus niet bouwen, dan heb je allemaal stikstofregels. En als je denkt, nou, ik wil die stikstofregels niet, nou, dan schrijf je niet in in de EU. Dan schrijf je in voor Nederland. Dan zeg je, nou, ik wil gewoon een Nederlandse onderneming. Nou, heb je ook geen stikstofregels, mag je bouwen zoveel je wil. Uh, het is toch veel simpeler dat het al lang bekend is. dat als we niet meer luisteren naar de EU. dat kan Geert Wilders zeggen. Dat kan Thierry Baudet ook gewoon zeggen. We luisteren niet meer naar de EU. Als de EU komt met een regel, dan zeggen wij... Oh ja, Joachie? En hoe wou je die handhaven dan? Als wij gewoon niet doen wat jullie zeggen. We doen alleen nog maar als de EU tegen ons zegt... Van nou, wij vinden het echt wel uh, 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 ja, dat heel belangrijk dat uh, de Nederlandse burger... als hij geproept heeft, dat hij zijn billen afveegt met toiletpapier... Er mag ook vochtige doekjes zijn, maar niet dat ze daar uh, ja, dure overhemden voor gebruiken. Tenzij er een noodsituatie is, met diarree of zo. En voor de rest willen we niet dat het gecontroleerd wordt door de Nederlandse overheid, want uh, dat soort zaken zijn te privé. En dat is de nieuwe stelregel van de EU aangaande wat de Nederlander doet op het toilet. Het advies luidt dus: gebruik maken van toiletpapier of vochtige doekjes. Of een stuk van je eigen kleding, maar dat alleen in noodsituaties. En geen overheidscontrole. Want het is namelijk privé wat iemand doet op het toilet. Nieuwe EU-richtlijn. En dan zeggen wij: Wow. Nou, dat lijkt me akkoord. En dan zegt de EU: Nou, dan wil je maar wel een handtekening eronder. En dan zeggen wij: Nee, waarom? Want we zijn akkoord. Dus dat deden we al. Dat vonden we al. Dus ja, je verzin maar wat waar we niet akkoord mee zijn wat we hier in Nederland niet doen. Ja, nou, dan komt de EU met een of andere maatregel, bijvoorbeeld uh, je moet wel helemaal heel veel immigranten opnemen en, uh, en je mag geen woningen bijbouwen. Dan zeggen wij ja, nou we zijn niet akkoord. Oké, okay, dus dan gaan we geen nou een handtekening zetten. Dan zeggen wij nee, sukkel, we zijn niet akkoord, dus dan tekenen we niet. Ja man, nou dan krijgen we helemaal nooit meer handtekeningetjes van jullie. Nee, zeggen wij. Waarom zouden we? Is dat belangrijk of zo? Dat je handtekeningen wil hebben van ons? Goedkeuring of zoiets? Bekijk het maar. Nee, ja, wij weten allemaal dat het anders zit hè. Eigenlijk het is nog gevoegelijk bekend dat. Um, George. Herbert Walker Bush, dat is de vader van George Walker Bush. Die man die kwam ermee in 1990 op de frappante datum van 11 september dat hij sprak van een New World Order. Ik heb die speech van hem, dat betreffende stukje daarvan, ik weet niet hoe vaak gezien. Hij zei zoiets als. Nou, um, dan geldt er op de wereld niet langer de wet van de jungle, maar de wet van de rechtvaardigheid, ofzo, justice. Dus, uh, ja, de wereld was dus volgens Herbert Walker Bush een jungle, en van die jungle-wetten zouden dan nu... Rechtvaardige wetten worden gemaakt. En dat project. Dat was de New World Order. Dat zei hij toen, in 1990. Onderzoek heeft uitgewezen dat George Herbert Walker Bush. Die man is inmiddels overleden, by the way. Dat is de vader van George Walker Bush. Die Herbert Walker Bush. Die was niet de eerste die er naar me kwam. Mensen zoals uh, Michael Gorbachev, die sprak er ook al over. En het gaat hier om terminologie: Lijkt het idee van world order. Dat is al zo oud als de weg naar Rome, letterlijk. Nou, het is ouder dan de weg naar Rome. Uh, Babylon streefde naar world order. En Babylon was een van de eerste grote stadstaten in Irak. Het heette toen Sumeria. En Hammurabi. Was de laatste leider van Babylon. En dan zou je zeggen, nou, dan is Babylon dus weg. Nou, Babylon is verhuisd. En heeft zetel genomen na een aantal omzwervingen Heeft ze zetel genomen in Italië. In Rome dus. En toen is het Rijk gesticht vanuit Rome. Dat noemen wij het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk, dat heeft zich uitgebreid door heel Europa. Dat was Babylon. Dat was wat vroeger Babylon was. En Babylon was toen onder de naam de Roman Empire. Die had een eigen taal ontwikkeld. Ja, dat kennen wij nu. Maar even dat ik het goed plaats in de historie. Ja, die mensen die. van die wereldorde. Die, die gebruikte militaire overmacht om gebieden te onderwerpen. Dat was de truc al in, uh, in, in Sumer hoor. Hammurabi die stond erom bekend dat hij een ster was in het afsluiten van bondgenootschappen. En dan vervolgens de bondgenootschappen die beloftes van zijn kant te verbreken. Dus dan had je voor Hammurabi uh, een bepaalde oorlog gewonnen. En dus een stad of een regio op de knieën gekregen. Nou, die oorlog die had jou natuurlijk enorm uitgeput. Maar die had je gevochten omdat je een bondgenootschap had met Hammurabi. Nou, die regio die je overwonnen had, die was natuurlijk ook helemaal uitgeput. En verslagen. En dan kwamen de legers van Hammurabi. En dan werd het gebied wat jij had overwonnen ingenomen door Hammurabi. En jij ook. Sir. Ja, zo werkte Hammurabi. Ja, dit is die film Batman Returns, dacht ik. Of Batman. Het is een van de latere Batman-films. En op het einde. Dat is die film. Ja, hij gaat even over de Joker natuurlijk. En de Joker die is dan bezig met een bepaald project en heeft hij allemaal handlangers. En die handlangers die worden één voor één afgeslacht door handlangers. En uiteindelijk wordt de handlanger die ja, als laatste nog in leven was en dacht dat hij dan over zou blijven om samen met de Joker van de buiten te gaan genieten. Uh, die laatste handlanger werd door de Joker zelf afgeslacht. En zo had de Joker het dus voor elkaar gekregen dat die handlangers voor hem werkten. En toen het project dan gelukt was, dat hij nog maar één handlanger hoefde te vermoorden en was hij eigenaar van het geel. Zo werkte Hammurabi dus ook. Het is ook niet zo moeilijk te verzinnen dat dat de manier is om. Ja, Als je helemaal geen moraal kent uh, om te overheersen. Over moraal van de heerser kan ik je adviseren om dat boek te lezen dat heet Il Principe van Machiavelli. Want dat betaal je niet op het Nederlands als uh, het principe van Machiavelli, <laughs> maar als de prins van Machiavelli. Daar staan die dingen in beschreven. Dus geen opbeurend boekje, maar als je geïnteresseerd bent in het denken van Babylon, moet je dat lezen. Nou, die Romeinse overheersing hier in Europa, die, is, ja, die heeft zich van vorm veranderd. En dat werd dan de, de Romeinse katholieke kerk, de Romeinse universele kerk. Dus ze gooiden het over dat religieuze gebied. Om die kerken te krijgen. En dat was de eerste vorm van de. Die truc die ze hadden, is dat ze per regio stelden ze een koning aan. Of lieten ze een koning in leven. en middels die kerken hadden ze direct toegang tot alle onderdanen. En die onderdanen, dat is echt een geniaal verhaal. Die onderdanen die gingen regelmatig naar die kerken toe. Verplicht gingen ze dan ter biecht en vertelden ze aan de priester hun zonden. Dan zal jij zeggen, ja, maar dat stond in de Bijbel. Nee, dat staat helemaal niet in de Bijbel. In de Bijbel staat ergens van een apostel dat hij zegt: dat, het, uh, dat je fouten die je gemaakt hebt, die moet je opbiechten. Ja, dat is een waarheid als een koe. Fouten. Zonden niet. Dat staat er expliciet niet. In de Bijbel zou ik toch gewoon wel kijken wat die woorden betekenen. En sommige woorden kunnen wat anders betekenen. Maar een fout is iets anders dan een zonde. Een fout kan zoiets zijn als een vergissing. En je moet je vergissingen aan mekander opbiechten. En er staat zeer zeker niet dat vergissingen moeten worden opgebiecht aan de priester. Aan de voorganger van de gemeenschap. Waarom? Er wordt veel eer mee bedoeld dat als je in een groepje aan het werk bent in een team... en je maakt een fout, ja, dan moet je opbiechten in het team. Dat lijkt me nogal wieters. Dus. En die biecht die was dus verzonnen om. Het verhaal dat je zonde moest opbiechten. Dat was verzonnen om informatie los te weken van de burgers onder die koning. En ook die koningen moesten ter biecht. En nou, niet zelden werd dus dat wat een koning had opgebiecht. Werd tegen hem gebruikt. Je denkt, ja, er, is, er geld toch biechtgeheim? Uh, ja, dat ligt er maar aan. Maar het kon ieder moment kon dat wat jij gebiecht had... dat kon tegen je gebruikt worden. De katholieke kerk, de universele kerk... dat was een heel slim politiek overheersend systeem. Terwijl dan het volk lekker dacht dat ze een eigen koning hadden... maar die man die was zo machteloos als een haring in het net... Een goed voorbeeld is de koning van Duitsland. Die, uh, die gedroeg zich niet goed of zo. Want toen, toen geeft de paus in en toen sloot de paus alle kerken. Er konden mensen in Duitsland niet meer trouwen. Er konden geen begrafenissen meer geregeld worden. En allerlei andere dingen. Er waren natuurlijk ook, ook geen kerkdiensten meer. Nou, dat heeft die koning van Duitsland geweten. En die heeft toen geprobeerd om weer in, uh, ja, om een wit voetje te halen bij de paus. En uh, heeft weer sorry proberen te zeggen. Ik weet niet precies hoe dat verhaal afliep, maar het was niet leuk voor die Duitse koning. En dat systeem hebben wij nu ook. Je kan, op internet kan je foto's vinden van Willem-Alexander en Maxima die op bezoek gaan bij paus Franciscus. En waarom zou je dat doen? Als je protestant bent. Want dat is uh, Willem-Alexander officieel. Dus eigenlijk was hij van de contra-beweging. Maar dat, dat is al heel lang niet meer. En je kan dan volhouden dat Franciscus helemaal uh, geen macht heeft. Maar Franciscus vertegenwoordigt de macht. Want die New World Order is niets meer dan een nieuw, een nieuw geluid. Uh, qua term dan. voor de Old World Order. De katholieke kerk is altijd de baas geweest. Of het Romeinse Rijk was altijd de baas geweest in Europa. Met uitzondering van een periode van 150 jaar ongeveer. 200 jaar, tops. Met uh, Maarten Luther. En, en wat erop volgde hè, met de Reformatie, Protestantisme. Toen hadden wij wat meer vrijheid. En toen kwamen ze weer terug. En ja, nu uh, gaat het tuf-tuf, uh, hartstikke lekker, uh, heel zachtjes gaat het door. Een Europese ambtenaar kost de Europese gemeenschap. 1 miljoen euro per jaar. Is mijn schatting nu. En dat zijn de kosten van de EU. Het aantal ambtenaren keer 1 miljoen. Dat betekent dus nadat je... Want je kan zeggen, ja, maar we krijgen subsidie en alles. Ja, ik heb het over alles wat we aan de EU betalen... minus alles wat we terugkrijgen. Dus dat zijn de netto-inkomsten van de EU... Die neem je en die deel je door het aantal ambtenaren. Dat is 1 miljoen per ambtenaar. Dat is een scam. Ja, wij hebben vroeger in de jaren tachtig. hebben wij gedacht van ja. met dictators zoals uh, Marcos. met zijn vrouw Imelda. En die mensen die waren op de Filipijnen een aan het spelen. En die waren rijk en zo. En wij vonden dat dan typisch iets van ja, maar die Filipijnen, dat is ook een achtergebleven gebied. En uh, ja, dat, dat, dat soort dingen hebben wij hier in het moderne Westen niet. <laughs> One big joke. En wij betalen ons blauw aan besturen wat geen zak doet. Punt. Want een EU-ambtenaar doet helemaal niks. Je kost een miljoen euro per jaar, desit. En voor de rest komt er alleen maar onzin uit. Behalve als je die onzin beziet in het licht van werelddominantie. En dan zie je dat die EU-ambtenaren. Meewerken om de Nederlandse samenleving voor onszelf dan gesproken. Hè, hetzelfde gebeurt met België met Duitsland en met Engeland en met Frankrijk en uh, Zweden, Finland. Uh, hoe wij helemaal ingekapseld worden en hoe ze de, ja, de belastingdruk jaarlijks opschroeven. ...en ons opzadelen met allemaal mensen van buitenaf. En wij moeten die mensen hier in Nederland dan... Hè? ...we moeten ze allemaal Nederlands leren en... ...ja, je mag maar hopen dat ze... ...ja, hoe zeg ik het, neem dat vuurwerk gebeuren. Wat denk jij zelf, hè? Als, ik stel je de vraag... Als wij niet al die buitenlandse mensen hier in Nederland binnen hadden gekregen, hadden wij dan ook dat mythe gehad met het vuurwerk? Ik denk van niet. Ik weet nog dat dat was vorig jaar, toen liep ik hier door het centrum van Arnhem en daar waren ze overdag bezig met het afsteken van vuurwerk in de winkelstraten. En zo'n jongetje, nou jongetje, dat was een fan van een jaar of 18, 19, 20 of zo hè. En die was dan bezig met uh, bommetjes te gooien. En ik liep er langs, was een boodschappen doen. En ik, ik maak een grap tegen die jongen. Ik zeg: Hé hey man, dat lijkt ISIS wel. Hij werd toch kwaads, jongen? Hij was een buitenlander. Jij mij uitscheldt. En ik heb ook sterk het vermoeden dat dat vuurwerkdrama, wat zich heeft afgespeeld in Arnhem Zuid. En er zijn mensen bij, het om het leven, bij om het leven gekomen, dat daar een buitenlandse jongen bij was betrokken bij betrokken was. En er zijn ook Marokkaanse jongeren geweest en die hebben vuurwerk gegooid naar een begrafenisstoet. ja nou, dat bedoel ik dus. Zo, maken ze, ja, zo halen ze de, de saamhorigheid uit Nederland weg. door ons vol te proppen met mensen die helemaal hier niet willen saamhorigen. Die willen helemaal niet zijn zoals wij. Ze willen graag zichzelf zijn. Ze willen anders zijn. Daarom spreken ze ook geen correct Nederlands. Ze vinden het zo wel best genoeg. Ze willen de taal niet leren. Ze willen de taal voldoende leren om in de supermarkt en whatever erbij te kunnen horen, maar dan vinden ze het genoeg geweest. Ze geven hun kinderen ook geen Nederlandse namen. Die kinderen worden hier in Nederland geboren, maar die heten dan gewoon. Uh, nou, die krijgen een buitenlandse voornaam. Dat alleen al maakt het heel moeilijk met die saamhorigheid. Al die namen zijn zo moeilijk te onthouden. Nou doen wij Nederlandse mensen maken ons daar ook schuldig aan door onze kinderen de meest belachelijke namen te geven. Maar ook dat kan dan weer veroorzaakt zijn door die toevoed van buitenlandse mensen dat wij dat normaal gaan vinden. En onze saamhorigheid wordt ondermijnd. Dus we krijgen zo dadelijk een, een, een samenleving van individuen, die, ja, die heel individueel zijn in hun bestaan en die heel groepsmatig zijn in hun denken. Terwijl je, als je een saamhorige samenleving hebt, is dat precies andersom. Dan zijn mensen, mensen zijn in hun bestaan gedefinieerd door de groep waarin ze opereren. De familie, de buurt, whatever. Daar ontlenen ze hun basis aan. Dat is hun sociale vangnet. Dus als er wat overkomt, er is niks aan de hand, en dan bellen ze even met Piet. Ze, Piet, ik heb mijn been gebroken. Oh, O, Piet, wat vervelend. Kan ik wat voor je doen? Hè? Dus je, die mensen hebben, daar heb je dus het, in de, de groepsmens, die dus leeft in groepen, in de buurt, met de familie en de gezinnen en zo. Hè? Iedereen kent elkaar, iedereen vertrouwt elkaar. Dat zijn hechte gemeenschappen. En daarin heb je heel veel individualistische denkers. Want dat kan dan. Iedereen kan dan echt zijn eigen mening hebben dan heb je nog steeds mensen die hetzelfde denken als andere leden van de groep... en je hebt mensen en die denken echt zelfstandig. Die durven dat dan ook. Worden misschien wel de leider van zo'n groep. En dat wil je dus niet als overheerser, als tiran. Als tiran wil je precies andersom. Je wilt het allerlei mensen, de mensen... Alleen komen te staan in de samenleving. En als ze een been breken. dan zijn ze afhankelijk van de overheid. En ze hebben niet in de buurt iets waar ze op terug kunnen vallen. Dus vandaar die aanval die we hebben gehad. op de gezinsstructuur. Ja, die begonnen is met de versimpeling. van het scheidingsrecht. Waarbij uh, een vrouw mocht scheiden zonder dat daar echt een aanleiding voor was. Iets wat vroeger niet denkbaar was. Ja, vroeger had, kon je ook hebben dat je vrouw bij je weg wilde en de kinderen mee zou nemen en uh, al die ellende. Ja, natuurlijk. En dan moest je je ja, als man misdragen mishandelen, vreemdgaan. En toen is dat aspect van het scheiden dat is verwijderd en toen werd het dus zo dat als een vrouw er geen zin meer in had, dan kon ze zeggen: nou, doe maar maar een scheiding. En de kinderen, en het geld, en de maandelijkse toelagen. en het huis. Ja, dan wordt het heel makkelijk kiezen... Want voor veel vrouwen. Nou zijn niet alle vrouwen zo immoreel. Uh, veel vrouwen zijn immoreel. Omdat veel mensen immoreel zijn. En dan doen die, als die vrouwen daarvoor kiezen... dan gebeurt dat dan dus ook... omdat de wet toestaat. En ja, dan krijg je dus wat je nu hebt. Dan krijg je dus heel veel gezinnen... met die vrouwen alleen... En vaak vragen die vrouwen dan die scheiding aan tussen de vijf en de tien jaar, als die kinderen tussen de vijf en de tien zijn. En dat is precies de leeftijd waarop de aanwezigheid van de vader, de rol van de vader, zo belangrijk is in de opvoeding. En dat is precies wat de overheid wil. Geen vaders betrokken in de opvoeding, want dan krijg je mensen die niet die. Discipline hebben, die niet dat zelfvertrouwen hebben, die niet dat eergevoel hebben. Dan, ja, dan krijg je slapjana's ervan. Dat is precies wat ze willen. Ze willen een hele zwakke bevolking. That's it. Want dan zijn we makkelijker onder controle te houden. En in dat kader kan je dus zien hoe de EU namens de wereldorde, namens Rome dus, ons alsmaar zwakker probeert te maken. En een manier om ons te verzwakken is om weer te komen met nog een belastingdruk. Terwijl we hebben al zoveel belastingdrukverhoging gehad de laatste jaren. De belasting is alleen maar omhoog gegaan. En wij moeten steeds meer betalen, steeds meer betalen. En wat we ervoor terugkrijgen, dat is helemaal niks. Ja, regels. Dat we nog meer immigranten op moeten nemen en minder huizen mogen bijbouwen. En daar zullen ze mee doorgaan hoor. Dat gaan ze niet meer stoppen. Deze mensen zijn medogeloos. En wij zijn. Ja, wij zijn te dom om het in de gaten te hebben. En onze kinderen zijn eraan gewend. En mijn dochter die zei tegen mij: Ja, wij consumeren veel te veel. Er mag wel wat minder. Ja, maar mijn dochter weet niet hoe Arnhem eruit zag toen zij geboren werd. Hoe we toen uh, een middenstand hadden van hier tot Tokio. Dat je in Arnhem, daar kon je vers groen, verse groenten en vers fruit kopen. Echt bij de groenteboer. groenteboeren. Groenteboeren, daar waren er meerdere. Kun je kopen wat je wilde. Je had, ik weet niet hoeveel viswinkels. Je had zo'n hele grote viswinkel hier. Je had dus meerdere viswinkels voor verse vis. En zo'n, de, de beroemdste viswinkel hier, de Gamba. Uh, op, de, ja, op de, ja op maandag, uh, maandag was die dicht. Ja, uh, dinsdag en woensdag, dan kon je er naar binnen. Zeker s'morgens, en dan was je aan de beurt. Hè, of moet je even wachten. Maar uh, vaak aan het einde van de dag. En dan zeker op donderdag, vrijdag en zaterdag. Uh, dan kon je uh, kaartjes trekken. Toen werd er veel geconsumeerd. Dat was, dat was dus twintig jaar geleden. Maar mijn dochter, die, die weet dat niet meer. Die weet niet dat we inmiddels al veel minder consumeren dan twintig jaar geleden. En zij vindt de consumptie in Arnhem aan de hoge kant. Maar het is een heel stuk minder dan het was. En waarom mogen mensen geen vis kopen? Wat is daar fout aan? Maar ga dat mijn dochter maar de wijs maken. Mijn dochter zal zeggen, nou het is beter dat we minder vis eten. Heb je? En als je mijn dochter vraagt waarom, dan zal ze zeggen, nou voor het milieu. Voor het klimaat. Want de EU zegt dus ook dat die vleesbelasting, die is er om de klimaatverandering tegen te gaan. Dus dan betalen wij geld aan de EU. zodat het klimaat hetzelfde blijft. Maar zo dom zijn wij. Wij denken dat dat echt e werkt: dat je, als je geld geeft aan de EU. dat het klimaat dan niet zal gaan veranderen. Je kan ook zeggen: ja, maar doordat er vleesbelasting komt. dan gaan minder minder, mensen minder vlees eten. En dan gaat het klimaat minder veranderen. Maar geloof je dat nou echt zelf? Geloof je nou echt dat die koeien die jij dan. Eh, hebt het over koeienvlees. Hier in Nederland. de, de koeien, die, die kan jij zien. Eh? Als jij met de auto gaat rijden. dan rij je langs een weiland, dan zie je koeien staan. De, de boeren laten de koeien gewoon in de wei staan. Nou, en denk je nou eens al die koeien weg? Denk je dat dan het klimaat uh, gaat veranderen? Doordat je geen koeien meer hebt? Huh? Denk je dat nou echt? Snap je? Dus wij kunnen niet meer nadenken. Wij nemen dit gewoon voor waar aan. En met die varkensstallen. Uh, ja, uh, hetzelfde laak in het pak. Bij die varkenshouderij die gebeurt dan behoorlijk intensief. Dus al die varkens zitten dan op elkaar te knorren. En het enige wat je daaraan last van hebt, is dat er ammoniak vanaf komt. En dat is een bazen. En het stinkt heel erg. Het ammoniak, dat, dat ruikt enorm. En daar is gewoon geen lekkere lucht... Dat is alles. En het is basis. Ja. Nou, er is heel veel verzuring in Nederland. Hè? Nou, basis is het tegenovergestelde van zuur. Dus. Ja, uh, moet ik dan de rest nog uitleggen? Dus als, als iets te zuur is, dan doe je daar een base bij en dan is dat minder zuur. Kan iedereen je zo uitleggen hoor. Maar dat gebeurt dan niet. En dan gaan ze zeuren over uh, varkensstallen. Uh, nou, en als je straks belasting krijgt op vlees, dan krijg je ook belasting op melk. Dan dus gaan ze melk belasten, kaas wat belast worden? En de volgende generaties zullen dat heel normaal vinden. Dat, ja, dat er dus belasting komt op Dingen waarvan mensen die jij helemaal niet kent, dat die mensen zeggen: Nou, dat en dat en dat mag niet meer gegeten worden. En dus dat de overheid gaat bepalen wat mensen eten. Dat, gaan, dat gaat onze onze jeugd, die gaat dat normaal vinden. Nou, en als dat er één keer in zit, ja, dan. Er is zo'n film en die heet. Heb ik geweer? Soylent Green zo heet hij. S O Y L E N T en dan Green. Soylent Green. Dat gaat over een totaal gereguleerde samenleving en mensen eten dan Soylent Green. En om dan gelijk de clue maar even te verklappen. Ja, het is toch een je kan hem kijken op internet denk ik. Maar het is zo'n film die je dan heden ten dagen. Vind je die te traag voor woorden? <laughs> en in mijn tijd, de jaren tachtig. Ik heb hem zelf nooit gezien, die film. Maar er was er dus iemand. en die had die film gezien. op de ARD. Dus de Duitse tv. Of zo, of de NDR. Of de ZDF. En. De, de crux is dan uh, dat er dan gezegd werd: uh, soilen green, East mansion menschenvlees. En dat ja, het kwam er dus op neer dat die slavenbevolking, wat die dan aten, dat was dus uh, slavenvlees. So, uh, dat was natuurlijk de ultieme oplossing. Dat wordt denk ik dat. dat nou ja, daar, daar, ga, daar, daar gaan ze ons nog klaar voor stomen hoor zodat zo dadelijk gezegd had worden dat als jij overleden bent. Hè, uh, dat het dan niet meer ethisch is dat je je lichaam uh, laat cremeren. Uh, dat, dat wordt gezegd: van, nou ja, dan moet je je lichaam afstaan. Ja, je bent toch dood. En dan wordt het uh, verwerkt. Dat, dat klinkt je dan nu gek in de oren. En ik ga ervan uit. ...dat dat plannetje al ergens is opgeschreven. En dat men ook al werkt aan hoe je dat moet gaan invoeren. Want als je dat nu zou uh, opperen, dan gaat iedereen stuiteren natuurlijk... Maar als je in de jaren negentig, toen wij begonnen met de EU, als je toen had gezegd van ja, en dan gaan we ook zover dat we vlees gaan belasten, de consumptie van vlees. Nou, dan hadden de Nederlanders toen gezegd van ja, ben je helemaal gek geworden. Maar daar gaan we niet mee akkoord. Maar nu zijn we dertig jaar verder. En dan is het geen probleem meer. Snap je? En ze weten dat vrij goed. Ze hebben die... Ze... Goed begrijpen dat deze mensen van de Europese Unie... die dus werkt voor Rome, voor het Romeinse Rijk... want het, de nieuwe wereldorde is dus niet. Het is alleen maar een nieuwe naam. Het is het Romeinse Rijk. Je kent het wel met Cesar. Caesar en al die goden. Bij totatus. Dan gaan we maar een keer Asterix en Obelix lezen. Dan, dan kan je nog even weten waar je het over hebt... als je het hebt over de EU. Het is dat... Gewoon met Asterix en Obelix. Alleen wij hebben geen toverdrank. Dat is het punt. En we hebben geen Obelix die er als kind in is gevallen. en die gooit dan met EU-ambtenaren. en eet everzwijn elke dag. die die met zijn blote handen vangt. We hebben geen Obelix. En we hebben geen Asterix met een toverdrank. En we hebben geen druïde. die de toverdrank maakt. van Marendak. Dat hebben we niet. We hebben wel de rest van Asterix en Obelix. Namelijk een stelletje stupide in een dorp. En overheersing door soldaten. En dan zijn die soldatentoestanden, dat is, dat is dan anders geworden. Maar militaire overheersing hoort erbij natuurlijk, hè. Maar als je in Nederland buiten de pot piest, ja, dan komt de belastingdienst bij langs. Met de politie. En die zijn niet vriendelijk. En iedereen weet dat. En nog even terug naar dat Latijn, die taal. Die militairen die ze toen hadden. ze stichtten dus allemaal legertjes. Ze hadden het helemaal verzonnen met hoe dat dan moest. Hè? Daar komt ook het begrip centurion vandaan. Dus per honderd man had je één centurion. Ons woord cent komt daarvan. Dat is van een cent dat is uit Latijn. Een honderdste is een cent. Dan had je een centurion. En daar hebben ze een hele taal bij verzonnen. En die taal die werd dan gezien als de meest eenvoudige taal die je maar kon spreken. En het is ook een hele arme taal. Dat vonden ze, denk ik, niet erg. Neem je een taal als het Hebreeuws: dat is echt een hele mooie, diepe taal. Dat geldt ook voor het Nederlands. Dat is een mooie, diepe taal. Latijn is plat. En hem eenvoudig te leren. In principe is het simpel. Dachten ze. En ik denk ook wel dat het eenvoudig te leren is. Niemand leert het meer. Maar en als je nu Latijn zou gaan leren, dan is het denk ik wel heel ingewikkeld, want dan gaan ze natuurlijk heel geavanceerd Latijn aan je leren. En als de taal alleen maar nodig is om een leger aan te sturen, dan is Latijn wel een prima taaltje. Video bijvoorbeeld. Dus ik zie. Quo vadis. Quo betekent wat. Of waar of zo. En dan vadis, de, dat betekent dan: uh, ga jij? Waarheen ga jij? Is dat? Quo vadis. Maar je kan waarschijnlijk ook zeggen. Uh, quo uh, vides of zo. Dus quo vades, Quo vides, Quo dingen. Dus je we hebben gewoon Quo zeker ervoor en dan heb je een vraag. Kijk, quo vades zou in het Nederlands luiden... Uh, waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Dat dus zijn één, twee, drie, vier woorden. In Latijn is er maar twee. Daar is je taal voor verzonnen. En Latijn is later nog... Natuurlijk onder druk vanuit, vanuit Rome... is Latijn gebruikt als de taal... voor het benoemen van medicijnen. In de medische wetenschap. En ook allerlei dingetjes aan het lichaam. Die hebben dan... Het woord pancreas, denk ik, is Latijn... Zo zijn er meerdere dingen. Het heeft allemaal Latijnse namen. Dus dan denken wij: oh, oh dat is wel heel bijzonder hoor. Latijn is echt heel veel gebruikt in de medische wetenschap. Ja, maar dat was onder druk. Ze hadden die, die taal uitgeknobbeld. Precies hetzelfde wat ze deden met Windows. Windows is ook van Babylon, hè? Windows werd, is onder druk geïmplementeerd. In de jaren negentig, toen ik dus met automatiseren lekker bezig was, was Macintosh. Dat ging goed hoor. Met Mac ging het echt uitstekend. Mac had een underdog-positie. En daarmee was het ook een soort uh, ja, favorite. Huh? Gewoon lievelingetje. En iedereen zei van: Mac is zo duur, Mac is zo duur. Nee, dat was niet zo. De Macintosh computer was heel erg uh, kwalitatief goed. En vergelijkbaar in de hardware met de IBM uh, computer. En een Mac was net zo duur als een IBM machine. Het enige was dat die slimmerikken van Microsoft en IBM... die hadden besloten, nou die hebben iets slims gedaan... en is dus dat operating system in licentie verkocht... Microsoft is daar stinkend rijk van geworden. En toen kon iedereen kon klonen gaan maken. Hewlett Packard was er bijvoorbeeld een. En Dell. En, nou, die, die merken ken je nu nog steeds. En die maakten dan goedkopere varianten. En de kwaliteit van die machines was aanmerkelijk minder... dan de kwaliteit van een Macintosh of een IBM PC. Dus Mac was helemaal niet duur. Maar dat werd wel gezegd. Maar dat werd gezegd door consumenten. En die konden dan ja, baggermachines kopen. Ik heb ze zelf ook wel gekocht hoor. Er werd een verkocht van ah, een Windows dit en een ongelofelijke gigahertz, gigabytes en zo. En dat was dan maar 700 gulden. En dan had je nog een beeldscherm erbij en een toetsenbord en een muis. En dat was dan een aanbieding. Ik ben nog een keer naar Nijmegen gereden daarvoor. En dan heb je dat allemaal en dan probeer je het aan te sluiten. Nou, je wordt gewoon depressief bij het aansluiten alleen al. Wat een kwaliteit, wat slecht. Ja, en dan kost het weliswaar maar 700 gulden, maar ja. Daar had je ook van uh, andere dingen van kunnen doen, van die 700 gulden. Bijvoorbeeld sparen. Net zolang dat je 3000 gulden had, 4000 gulden en dan koop je een Macintosh. En dan heb je een echte computer. En die doet het in één keer. In plaats dat je zo'n ding hebt wat er lelijk uitziet, en zo'n zo stom muisje, en een toetsenbord dat rammelt. En een operating system wat uh, 43 dagen duurt voordat het geïnstalleerd is. Nou, en toen kwam er in de jaren negentig. Kan, uh, ik, weet nog, ik had een hele mooie account ergens in Zuid-Holland. En tegen die man gezegd: van, Ja, kijk, dit is een Mac. En ik liet hem zien hoe die Mac werkte. En hij zei: van, Wauw, nee, maar dat is cool, man. En die mocht er van zijn baas ook eentje kopen. En hij zei: Nou, ik, vind, ik ben het helemaal met je eens, die Mac die werkt veel fijner dan die uh, Windows machines die we hier hebben. Dus hij kocht er nog een en kocht er nog een. Hè? Nou, het ging hartstikke leuk. Nou, en toen begon die man uh, erover dat uh, bij de raad van bestuur was besloten door de accountants. De, de accountant was langsgekomen en die had gezegd van, uh, uh, het moet Windows worden. Je, je mag geen investeringen meer doen in iets anders dan een Windows computer. Want dat was doorgegeven uit Amerika, van het hoofdkantoor van de accountants. Windows, die, die jongens, die hebben dat heel goed gedaan. Die hebben via de accountancy gespeeld. Nou, precies zo is dus Latijn er doorheen gedrukt. En de Bijbel natuurlijk is in het Latijn gezet. Ja, dat, dat, zo werken ze. En tot op de dag, op, op de dag van vandaag... Hè, ...is Latijn aanwezig op heel veel plekken. Heel veel woorden in onze taal zijn nog steeds Latijn... Zo werkt dat. Dat is die wereldorde en nou, die brengt ons tot een. Ja, ik ben benieuwd wat we gaan worden. Ik kan het niet goed voorspellen. Ik, ik moet die studie nog maken van het boek Openbaring. Ik denk dat dat wat in het boek Openbaring staat, dat dat binnenkort aan ons geopenbaard wordt wat daar nou precies in staat. Namelijk doordat dat wat daarin staat zich gaat voltrekken. Met die vier ruiters. De Four Horsemen van de Apocalypse. En dat is die. Dat is dan wat ik vermoed. Hè? Dat die periode van vrede die komt er dan. Die gaat dan een tijdje duren. En die periode van vrede zal zijn doordat ze alle saamhorigheid in de regio's uh, hebben geëlimineerd. En iedereen is afhankelijk van de staat. Iedereen doet aan groepsdenken. Dus we denken allemaal hetzelfde. Niemand protesteert meer. Iedereen is bang voor zijn hagje. En dan hebben ze alles in een, een soort van harmonie gebracht, maar die harmonie die is niet natuurlijk, natuurlijk, snap je? Dat is een onnatuurlijke harmonie. Dat is een harmonie die heb je dus afgedwongen door de saamhorigheid, de harmonie die er van nature was, die heb je opgegeven. Iedereen afhankelijk gemaakt van de staat. Iedereen bang gemaakt. Ja, en dan zijn mensen helemaal zo, die zitten als bibberende schoothondjes uh, te wachten op eventueel komend, komend onheil, naderend onheil. En dat geeft dan een harmonie, omdat iedereen niks meer doet. Maar die harmonie is niet natuurlijk, is onnatuurlijk. En volgens de wetten van de chaosleer is een opgelegd evenwicht, hè, waar je het dan over hebt, het, het, lijkt een even, het, het is een evenwicht. Want iedereen doet hetzelfde, iedereen is een wereldwijde saamhorigheid, want iedereen is even bang voor zijn hachtje. Maar die op, dat opgelegde evenwicht, nee, de, sorry, de theorie van de chaos zegt dat een opgelegd, afgedwongen evenwicht uiteindelijk breekt. En je weet niet wanneer. Je weet wel hoe het gaat breken. Namelijk, het breekt overal tegelijkertijd. Dat leert de wet van de chaos. En je weet niet op welk moment het gaat breken. Je weet ook niet op welke positie het gaat breken. Je weet alleen dat het tegelijkertijd breekt. En dat de, de punten waarop dus de breuk begint. Dus je hebt dus heel veel, als je even denkt aan een platen, een tweedimensioneel. Dan heb je dus allemaal punten en, daar, en, die, en die punten breken tegelijkertijd. En die, wat je weet is dat die punten, die hebben geen enkele relatie tot elkaar. Je, je weet niet, oh, maar je, je kan misschien achteraf wel een patroon zien hoor. Ik denk van, ho, oh, het is net uh, de kop van een poes ofzo. Of, oh het lijkt wel een berglandschap. Die punten zijn dan wel op een bepaalde afstand van elkaar en dat zal ook wel een geheel vormen, want dat wordt dus een breuk, dus niet lokaal, nee. Het hele ding gaat in één keer. Dat leert de chaostheorie. Dat hebben ze vastgesteld in, nou, ik dacht in chemische systemen. Ik heb dat boek hier in huis, uh, Ordo ab Chaos van Ilja Prigogin. Daar staat dat in, daar heb ik het uit. En die man had het niet over de apocalyps en de wereldorde, een BMA. Hij is een hele beroemde Rus. En die heeft zelfs een instituut in België dat naar hem is vernoemd. En hij heeft het boek geschreven samen met een dame. Volgens mij heeft hij zelfs een Nobelprijs voor de scheikunde gewonnen. En die hebben dus geëxperimenteer, geëxperimenteerd met chemische systemen die ze een bepaald evenwicht oplegden. En dat kan je dan volhouden, kan je volhouden, kan je volhouden en dan plotseling paf. En ze wisten dus zeker dat je niet kon voorspellen op welk moment het brak. En je, je kon ook niet voorspellen met welk patroon het brak. Je wist alleen dat als het brak, dan brak het en was het overal. Dan was evenwichtig. Dat is wat ze wisten. Dus oh, joh, zo gingen die dingen. Heb je? Dus voor ons in de toekomst zal het. Ja. Kijk, het, het beroep waar ik nu in zit. En dat is ook het beroep waar mijn dochter nu in zit. Mijn dochter zit ook in de hulpverlening. Ja, dat zijn beroepsgroepen waarin je in redelijke zin ja, goed zit. Je zal dan niet rijk worden, maar je zit er goed qua inkomensgarantie. En zo zullen jonge mensen, denk ik, goed moeten nadenken over wat voor een carrière ze willen. Als je kiest voor, weet ik veel, hippe dingen of zo, dat, dat is risicovol. Je kan denken aan computerprogrammeur worden, dan is wel het, punt daarbij dat bijna iedereen dat wel wil. Dus de animo is groot. Ja, denk er maar goed over na, want die EU, hè, we hadden het over die, die vleesbelasting die eraan komt. Nou, behalve dus een vleesbelasting komt er ook nog zo dadelijk een kaasbelasting en een melkbelasting en ...en dan gaan ze weer wat anders belasten... ...en de, de belasting gaat alleen maar omhoog. En de, waar de belasting op neerkomt... ...is dat wij mensen... ...wij kunnen zoveel... ...waarde toevoegen... ...per tijdseenheid... ...en in principe... Uh, ...kunnen wij meer... ...waarde toevoegen... ...dan dat we zelf nodig hebben... ...aan toegevoegde waarde... Als je snapt wat ik bedoel. Dus een boer bijvoorbeeld. Die kan, als een boer lekker werkt. Die kan 30 keer. Het aantal mensen. Ja, dus de, de, het aantal mensen dat werkt op een boerderij. kan 30 keer zoveel mensen van voedsel voorzien. Misschien nog wel meer. Ja, dus de toegevoegde waarde. In principe, dus op, als je zo'n gemeenschap hebt. Uh, en je doet verder niet moeilijk, je, je wil alleen maar eten en meer niet. Uh, 1 op de 30 moet dan uh, zorgen voor het eten en de rest hoeft dan de hele dag niks te doen. Je hoeft alleen maar te wachten tot het eten klaar is. Nou, dan heb je natuurlijk belasting nodig voor de algemene middelen, maar in principe is 10% genoeg. Staat in de Bijbel. 10% moet genoeg zijn voor een overheid. En wij zitten ongeveer zeven keer zo hoog, acht keer zo hoog. Ja, en dan bereik je op een bepaald punt. Dan bereik je een bepaald punt waarop de toegevoegde waarde die wij moeten. De toegevoegde waarde die wij toe moeten voegen. De waarde die wij toe moeten voegen. Om voldoende over te houden voor onszelf. Dat die meer is dan de waarde die wij. Toe kunnen voegen, voordat we door onze hoeven zakken. Want we kunnen namelijk niet meer dan 1300 uur per jaar werken. 1500, 1600, maar dan wordt het moeilijk hoor. 40 uur per week werken, wat er nu is, ja, het is meer 40 uur per week aanwezig zijn. En we even pauze houden, en even kletsen, even bijkomen. Wij We kunnen niet continu werken. Dan worden we wel maar gek. En als we dus, van die waarden die wij toevoegen, moeten wij genoeg overhouden voor ons bestaan. En is dat niet zo, dan moeten we alsmaar harder werken, harder werken, harder werken. Dus zo'n vleesbelasting gaat ervoor zorgen dat wij iets harder moeten gaan werken. Heb je? Maar we hebben die btw-verhoging al gehad. En daardoor moesten wij dus ook iets harder gaan werken. En we hebben trouwens nog een btw-verhoging gehad. En daardoor moesten wij dus iets harder gaan werken. En in Arnhem gaan de gemeentebelastingen weer omhoog. Dus moeten, daardoor moeten we weer iets harder gaan werken. Zo moeten we steeds iets harder gaan werken van de overheid. Maar er komt een limiet. En wij kunnen niet harder werken dan we al doen. Nou, dan moeten we er genoegen nemen met minder inkomen. Nou, dat zie je dus ook hier in Arnhem want dat de middenstand dat is helemaal weg. Die vishandel waar ik het over had, die, die kaartjes had, die nummertjes, dat is niet meer. Dan kan je nu op zaterdag zo naar binnen lopen, ben je gelijk aan de beurt. Snap je? Visbelasting gaan ze ook nog invoeren. Dan maak je er maar klaar voor. Op zijn hamburgers of zag ik uh, tjus tegen jullie dag lieverds.